Goedemorgen op maandag, weekvlog nummer 3 alweer. Gaat snel. Ik ben even lunch aan het maken. Anthony wil eigenlijk naar buiten, maar dat gaan we niet doen. Strakjes weer. Wat zie je allemaal, Jochie? Wat zie je allemaal? We hebben gisteravond nog even de koelkastdeur omgewisseld, want er was hier... Kijk, kan je het zien? Want daar, dat werkt niet. Hier, dit is een gigantisch gapend gat. En daardoor ging die niet meer goed dicht en het was elke keer drama. Dan moet ik zorgen dat de deur niet helemaal naar achter vliegt, want dan gaat die de boven weer kapot. Maar ik ben nu helemaal van slag, omdat ik elke keer de deur de verkeerde kant op open doe. Althans, de goede kant op, maar het klopt niet, zeg maar. En ik ga straks werken. Ik werk momenteel 12 uur gewoon op de groep. En ik doe 4 uur therapeutisch werken. En omdat ik deze week 3 dagen al op de groep werk, verdeeld over 3 korte dingetjes van 4 uur, dacht ik, als ik nou dat therapeutisch werken elke keer verdeel in kleine stukjes, dat ik gewoon voor mijn werk of na mijn werk wat doe, dan is dat wat beter te behappen en hoef ik niet nog een vierde dag naar mijn werk. Dus dat is hoe ik het deze week ga doen. Dus ik ga vandaag 1,5 uur eerder en woensdag ook weer. Ik was chocolade. En dan heb ik voor vrijdagochtend heb ik, of zaterdagochtend heb ik geloof ik een, niet zaterdag, donderdag of vrijdagochtend heb ik een korte dienst, 's ochtends. Dus dan pak ik daar nog een uurtje aan vast. En dan heb ik op die manier gewoon wel mijn uren gemaakt, zonder dat ik een vierde keer echt daarvoor naar mijn werk op moet. Alright, alright, alright. Ik heb... wat heb ik gedaan? Ik heb stofzuiger afgestoft. Ik ben dan nog even de vaatwasser aan het uitruimen, want dat hadden we nog niet gedaan vandaag. En daarna moet ik gezellig naar mijn werk. Dus ik ga eerst nog even een ander tje uitlaten. Even kort rondje naar het veld hier. Ik wil aan de laptop gaan werken, van de computer gaan werken, maar ik heb geen muis, dus dat moet nog even geregeld worden. Fijn. Ik heb een muis, woepdiewoe. Ik kan beginnen. Antar. Ik ben alweer even thuis van werk. Ik ben net met Antar gewandeld en toen is Luna van de kast hierboven naar beneden gekropen met als gevolg, ik ging jouw lichtband in de oplader doen. Dat Antar er nu op reageert. Dus ik ben nu met snoepjes Bankham van Luna aan het afleiden. Antar, je kan dit. Kom op. Zijn lichtband moet even in de oplader. Hij weet gewoon niet wat hij ermee aan moet. Dus hij probeert te controleren. Wat zij natuurlijk heel logisch niet wil. Goed gevangen, man. En dan ga ik boven nog even een wasje erin gooien. En het was nogmaals draaien. En een kattenbak uitscheppen. Want dat moet wel echt weer gebeuren. Oké, echt mega irritant. Mijn vriend heeft dus een aantal keer mijn sloffen geleend. Flinke aantal keer. Mijn vaatwasser trilt er aan het weg elke keer. Loopt. Dat is heel vervelend. Maar mijn vriend heeft dus een aantal keer mijn sloffen geleend. En zijn voeten zijn 1 maat groter. En heeft een vrij hoge wreef. Dus nu zijn mijn sloffen helemaal uitgelebberd. Zitten voor mij niet meer lekker. En hij krijgt nieuwe sloffen. En niet ik. Schat? Jij krijgt mijn sloffen. Dan neem ik nieuwe sloffen. Jawel, want je hebt mijn sloffen nu uitgelebberd. Jawel. Wel. Dat voel ik toch. Maar ja. Kattenbak is gedaan. En wij gaan slapen. Goedemorgen op de dinsdag. Net geen middag. Het is 11:30. Ik ben al even wakker. Ik heb beneden op de bank gelegen met Antar.
En toen ging ik naar boven om me om te kleden. En Anthony was net ondeugend aan het doen. Dus ik denk, ik stop hem in de bench. Want anders sloopt hij in die paar minuten dat ik boven ben wat. Wat uiteindelijk wat langer werd. Omdat ik ook bedacht dat ik mijn was ophangen. En weet ik het wat allemaal. En lieve Granos is er ook even bij aan het kijken. Zal ik mijn schoenen aan gaan trekken, Antar? Gaan we wandelen? Meestal ben ik iets eerder met wandelen met Antar. Omdat hij meestal nog moet poepen. Maar dat had hij dus vanmorgen al gedaan. En we hebben vanmorgen lekker even samen op de bank gelegen en gechilled. Gaat het best wel. Heb jij nou je kippenpoot laten liggen, vriend? Was je het er zo niet mee eens dat je besluit hem nu pas op te eten? Nou, oké dan. Nou, mama gaat even schoenen aantrekken en dan gaan we naar buiten. Oh, mijn neus. Ik ben Anthony naar buiten. Anthony buiten aan de diarree. Gewoon echt spuit diarree. Dus dat was al niet zo heel fantastisch. Dus ik denk, nou, dan komen we thuis. Gaan we gewoon rustig aan doen vandaag. Geen gekkigheid. Lekker rustig. Voordat we weggingen had ik ook al Nammy's snoepjes niet aan. Dus dat vond ik ook al heel apart. En het eerste wat hij doet toen we thuis kwamen was de bank onderkotsen. Gelukkig kwam het allemaal in een gigantisch grote golf. Dus het is maar gewoon één plek op de bank die nu vies is. Die we wel verder schoon moeten maken. Ja, schat. Hi. Neem nog steeds geen snoepjes aan. Dus is nog steeds niet helemaal lekker, denk ik. Ze gaan gewoon echt rustig aan doen vandaag met hem. Ik moet straks wel eventjes weg, maar dat wordt dus niet te lang. Ik kan zoveel mogelijk bij hem blijven. Ik heb spulletjes naar mijn werk gebracht en Andertje die zit thuis in de bench. We hebben nog wel even een rondje gedaan en wel geplast. Hij slaapt gewoon heel veel, dus hij is gewoon echt niet lekker, denk ik. Nu ben ik even in het dorp. Ik zag net iets nieuws. Mijn tafel. Geen idee wat het is. Dus dat ga ik even bekijken. En dan ga ik daarna door naar de kruidvat. Om even snel wat dingetjes hebben. Maar ik dacht, dit mijn tafel, dat ziet er wel grappig uit. Ik reed er net heel snel langs. Het was heel snel. Ik reed er net langs. En toen zag ik het. En toen dacht ik, ah, het ziet er interessant uit. Met zijn neus in het gras heeft niet gegraven, maar Anton, laat je neus eens zien. Hop. Laat je neus eens even zien, jongen. Kijk, waarom wil je je neus niet laten zien? Kerel, je mag zo verder snuffelen, eerst je neus laten zien. Hij wil echt niet. Hij weigert. Anton, ben je opstandig vandaag? En ik heb echt een goede tripod nodig voor hier, want dit werkt echt niet. Oké, wacht, ik heb de oplossing. Kijk, dit werkt. En dan kan ik je neus pakken. Kun je het zien? Het is vies. Je neus is vies. Stinkert. Ga ik voor langs, dan kan ik even vloggen. Ik ben dus bij mijn tafel geweest. Ik heb een beetje, het is een soort kringloopwinkel waar je zelf ook nog wat aan verdient. Ga je eens even aan de kant. Maar dan kan je dus inderdaad ook je eigen productjes verkopen en zo. Dus dat vind ik wel een grappig idee. Ik heb nu een inimini gehaakt hangertje. Het is geen sleutelhangertje, maar dingetje gekocht. En het is in de vorm van een hartje. En die heb ik aan mijn autosleutel gehangen. Dus die vond ik wel heel schattig. En ik ben bij de Kruidvat en bij de Etels geweest. Want aanbiedingen voor alles. En Antar. Ja, en met snoepjes jou nu dingen doen werkt ook niet, want daar heb je geen trek in. Ik ben een beetje sicky, hij heeft nog steeds geen koekjes. Ik heb misschien de hek.
Oké, nou houdt hij ermee op. Nee, laat maar. Ik heb de hik. Ik ga boven filmpje kijken. Over Stephen Hawking. Ik ga het raampje dicht doen hier, want het waait veel te hard. En het is ook drama op een keertje. Echt drama. Alles dicht. Ik heb een wind in huis. Verschrikkelijk. En ik ga een kaarsje aanzetten. Filmpje kijken en was opvouwen. Goedemorgen lieve mensen, het is donderdag inmiddels. Hi Anta. Ik ga schoentjes aantrekken, want Anta die moet nodig een plasje doen. Vriend lief heeft zich vanmorgen geslapen. Hij gaat dan niet naar buiten met Anta. Dus Anta die moet nog plassen en ik kon echt niet uit bed komen. Gelukkig weet ik dat Anta zijn blaas sterk genoeg is, hard er niet van. Maar ik denk dat hij wel heel nodig moet nu. Hè, kereltje? Geen idee wat ik ga doen vandaag. Misschien belt of mailt de meneer van de Blue Blue terug. Of die me kan helpen. Dan ga ik naar Den Haag. Misschien ga ik naar een boekenwinkel of iets. Vind ik ook wel leuk. Geen idee. Vriendlief is vandaag. Hoe is vandaag tot half negen aan het werk. Eens in de zoveel tijd doen ze een overwerkdag met z'n allen. Om gewoon even wat extra werk gedaan te krijgen. En dat is vandaag. Dus ik moet ook even bedenken wat ik ga eten. Want wat ik zou gaan maken, ga ik natuurlijk nu niet maken. Want dat is voor z'n tweeën. Dus ja, ik moet even bedenken wat ik allemaal ga eten. Doe jij nou? Anta, wat deed jij nou? Anta ging gewoon even onderuit. Maar die zit achter zijn eigen staart aan, geloof ik. En Anta voelt zich ook weer oké. Dus ik kan hem in ieder geval even moe maken met denkspelletjes. En dat was gisteren wel echt een dingetje. Omdat hij natuurlijk niet lekker was. Maar weet je, kan ik heel moeilijk denkspelletjes met hem doen. En hij werd wel irritant druk, dus ja. Ik ga nu eerst even met hem naar buiten. Ik ga dus even naar de boekenwinkel in Alphen. En Anta wil dat bench niet in voor zijn blokjes. Lekker ding. Wel voor een stukje long, dus dat scheelde. Hij is toch zijn bench in gegaan. We hebben net een loslopengebied. Mevrouw de Wallenborg gaan naar een losloopgebied met hem. Heeft hij hier lekker kunnen rondrennen. En hij is dus nu ook moe, nog lekker te slapen. Tegen Maan echt super schattig. Dan gaat hij lekker verder rusten. En dan ga ik dus even op pad. Gewoon om er even uit te zijn. Zodat ik niet de hele dag alleen ben. Dus niet de hele dag thuis zit. Want dat vind ik ook niks aan. En dan misschien dat ik vanmiddag eens een keer. Hoe heet dat? Op ga ruimen in huis. Kerstspullen weg gaan doen en zo. Misschien wel nuttig. En oh ja, nieuwe mode. Witte broek met modderplekken. Echt super sexy. Mijn vriend en ik hadden trouwens in dat appartementencomplex bijna een huisje gehad. Alleen wel eentje zonder balkon. Dus dat was wel heel jammer geweest. En er mochten geen huisdieren hebben, wat nog best wel een dingetje was geweest. Maar oké, voor de rest was het een leuk appartementje. Maar ik moet zeggen, we zitten in ieder geval beduidend beter. Goedkoper en ruimer. Dus zo dramatisch vind ik het ook wel weer niet dat het niet is geworden toen de tijd. Ik moet zo lopen. Even bij de Hoogvliet naar binnen en ik zie dit staan. Wil je deze kinderwagen voor minder valide kinderen gebruiken? Ik vind hem fantastisch. Jee voor inclusiviteit. Top. Oeh, die was erbij. Ja, Anta, we gaan de tuin in. Geen stress. We gaan naar buiten. Nou, ik ben thuis. Ik heb bij de Hoogvliet dit gekocht. Kwam ik tegen en die ga ik nou ophangen. Anta, wat zie je? Ik ben zo naar beneden aan het. Geen ideeën. Maar die moet ook nog steeds even ophalen. Wacht.
Waar ga ik ze neerzetten? Kom, we gaan ze daar neerzetten. Ik moet alleen even bedenken wat ik heb opgehangen. Er zit wel een haakje bij, dus dat is wel handig. Maar we gaan helemaal niet naar binnen, man. We zijn net buiten. Dus hoe gek jij? Ik was wel even in de trapkast aan het pakken en daar liggen ook Antar zijn lekkere dingen. En Antar doet dan zelfservice. De lul. Ja, weet je, ik kan hem nu niet meer straffen, want dat is te laat. Dus, ach hè. Dat is een beetje het lastige. Op het moment zelf was ik net even te laat om te zien. En je moet hem echt op het, honden moet je echt op het moment zelf straffen, want anders heeft het geen nut meer. Dus ach, ik hoop dat hij ervan geniet. Ik ga verder met opruimen en doen. Ik heb even een opruimbui. En dan ga ik een gretig gebruik van maken. Want het is harder. In mijn huis. Goeden, bijna avond. Het is vrijdag. Ik heb dit net al geprobeerd te filmen en toen hoek ik ermee op. Wat aan het koken. Vanmorgen een paar uurtjes gewerkt. En voor de rest heb ik de hele dag op de bank gehangen. Serie gekeken. Nieuwe Sex Education serie. Want die vind ik echt geweldig. En ik ben blij dat er nu een volgend deel uit is. Ik ga gestoofde varkenshaas maken. Van een receptenboekje. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat smaken. Ik moet nou het vlees met een sponlepel ding uit de braadpan halen. En dan moet ik de ui fruiten. En dan kan ik weer teruggooien. En bladibladibladibla. Ik ga zien hoe het gaat smaken. Dan ga ik daarna Antwerp weer uitlaten. Dus dat. Antar heeft er een handje van om als ik op het toilet zit dingen te stelen uit de keuken of überhaupt. Nu had hij deze te pakken. Ik kan ook echt nooit meer naar de wc met dat beest. En niet zo van ui. Dus dat. Het was te eten, maar niet de lievelingskastje. Nou, is hij mij aan het pesten. Oké. Okay. Au! Je deed me pijn. Ik weet niet hoe je het voor elkaar kreeg, maar. Oké. Okay. Stop it! Hou op! Mama! Nee! Ik ben een beetje boos. Of anders. Ik ga nog even simsen voordat ik nou opga. En dan kan ik jullie ondertussen ook even opladen, want jullie zijn vies leeg. Oh my goodness, dit is echt de meest fantastische morning head ever. Hè, Antar? Goedemorgen, het is zaterdagochtend. Vandaag komen er nog een drietal vrienden langs voor vriendliefse verjaardag. Beetje verlaat, maar dat geeft niet. Antar, kom maar! Antar is een beetje geobsedeerd door de katten. En die vindt het een beetje moeilijk. Ja, goed zo, kom maar! Knap hoor! Dus dan moeten we hem rijkelijk belonen als hij onze kant op komt, hè? Goed zo, er komt de postbode aan. Zou ze nog post hebben voor ons? Zou ze nog post hebben voor ons? Ik weet het niet, ik kan het niet zien. Lopen ze langs ons huis of krijgen wij ook post? Ik ben benieuwd. Je staat op mijn laptop, vriend. Dat vind ik wat minder leuk. Ik denk niet dat ze post voor ons heeft. De film was onwijs leuk gisteren. Ik heb een hele grote bak popcorn op. We hebben op VIP-stoelen gezeten. Het was echt super relaxed.
En toen droomde ik vannacht dat ik naar huis aan het rijden was, dat ik al thuis was. Alleen, het was heel raar allemaal. En ik dacht, volgens mij ben ik aan het dromen. Maar laat ik toch maar niet mijn auto tegen een boom aanzetten. Want stel dat ik niet aan het dromen ben, dan ben ik screwed. Autootje, kom eens! Of hij heeft wat over de reling gegooid. Volgens mij heeft hij het over de reling gegooid, zoals ik hem nu hoor. Maar ik dacht, als heel goh, laat ik mijn auto maar niet tegen een boom aanzetten of zo. Want stel dat ik niet droom, lijkt me niet zo heel handig. Achteraf bleek ik wel te dromen. Maar het gebeurt steeds, nou, niet vaak of zo. Maar het, bij bepaalde dingen weet ik gewoon dat ik droom. En nu had ik ook iets van, volgens mij ben ik aan het dromen. Alleen ik wilde wel wakker worden, want droom was raar. Didn't like it. En als het goed is, als mijn vriend goed toestemming geeft, soort van, dan gaat hij zo meteen lekker op pad met het hondje. En dan ga ik het huishouden doen. Dus dan ga ik gewoon even een uur, anderhalf uur even knallen, even beneden opruimen. Een beetje begin van de trapstof zuigen, zodat we het idee geven dat we een beetje opgeruimd zijn. Beneden is het meestal ook wel redelijk opgeruimd hoor. Het is alleen boven standaard een teringzooi. Dus je hebt dat. En ik moet morgen weer heel veel editen. Hi. De mannen zijn weer terug van het spelen. Antertje heeft lekker heel veel gerend en is nu hartstikke moe. Ik heb lekker schoongemaakt. Ik heb sprintbeurtje door het huis. Het enige wat ik nog een keer wil doen binnenkort is de ramen lappen. Want dat is ook echt al volgens mij een jaar niet gedaan. Dus dat is nee, proberen. Ik ben blij dat er nog zijn vervangen bij de snubbing. Ja, nou ja, daarom. En dat is niet gebeurd. En het duurt ook wel even voordat het gaat gebeuren. Volgens mij. Maar het wordt nou wel heel ernstig. Dus moet maar een keer gebeuren. Nu mag ik mijn raam nog in mijn auto. Ik viel bijna in slaap in mijn auto. Oh. Met zijn kop in de hoek van het dashboard. Zo met zijn snoep tegen de raam en zo. En zijn poten zo naar beneden. En kont op de stoel zo. Het is ook wel een poppie. Hij is nu ook echt duidelijk moe. Hij ligt alleen maar te slapen. Dat geeft niet voor de mensen, voor dat zo mensen langskomen. Dus daar zijn we nu op aan het wachten. En daar ben ik zo goed in, daar word ik zo onrustig van. Dat is heel handig voor Antertje, die er ook onrustig van wordt als er mensen langskomen. Maar gelukkig is meneertje nu moe. Je hebt een beetje een nat wangetje. Volgens mij heb je in je eigen kwel gelegen. En de vloer is ook wel een beetje nat. En het is best wel nat. Gedronken en gelegen. Ja. Ik ben weer eens bij de intratuin, alsof ik daar nooit kom. En ik heb tulpjes op bollen, maar ik weet dus niet hoe ik die moet neerzetten. Of ik die gewoon zo in een vaas zet, of dat ik met aarde. Ik heb geen idee. Dan ben ik hier niet alleen trouwens, maar mijn vriendin verzocht of ik er niet wil filmen. Dus dat doe ik dan natuurlijk niet. Maar ik heb wel mooie tulpjes en ik ben er heel erg blij mee. Het is zondagavond. Ik heb de hele dag op de bank gelegen met hoofdpijn. Ik heb nog steeds een best wel hoofdpijn, last van mijn buik gehad. Ik word achtervolgd door Anter. Ik ga nu wel proberen te editen en te uploaden. En dan is het tijd voor volgende week. Dus ja, dat.